Yes, the light, the light, the light, the light is what we representen. Ja, we zijn hier weer bij de Tweede Kamer, mensen. Onverwachts. Torture, Amsterdam. Martelaars. Dit is voor alle martelaars van Nederland. Wil je gemarteld worden, moet je naar de Tweede Kamer gaan. Dit is de rechtbank. Blinddoek, zwaardje. We worden allemaal gemarteld in dit land. Heel de wereld wordt gemarteld. Ik zeg, de Tweede Kamer in Den Haag is ook een martelkelder. Ja? Of niet? Hoe ga je dan? Promotie, promotie. Waar wil je zijn? In de martelmuseum of in de martelkamer, Tweede Kamer? Misschien hier een beetje, want hier zijn ze niet meer. Dit is fictie. Ja. Daar is het realiteit. Hij begrijpt het, mensen. Hij begrijpt het. Hou afstand, want ja, we vergiftigen elkaar met onze ademhaling. We vergiftigen ons met onze ademhaling, hè? Nee? Hou afstand, 1,5 meter. Alles is gif wat je uitademt. Oké, man. Fijne avond, ja? Jij ook, hè? Torture, torture, mensen. Amsterdam. We kunnen er een grapje over maken. Mensen vinden mij al veel te serieus natuurlijk. Max, ik word altijd afgeremd. Max, je moet wel blijven lachen. Max, je moet wel positief blijven. Ik zeg ja. Je ziet mij niet lachen. Ik lach wanneer ik wil lachen. Ik lach niet nep. Ik ben geen Amerikaan. Fake a smile. Mij zie je nooit lachen als ik niet kan lachen. En ik gebruik ook geen lachgas. Kijk, hier moet je zijn, de heilige weg, mensen. Bewandel jij de heilige weg? Of bewandel jij een duivelse weg? Under Armour. Wat is het grootste wapen wat je hebt? Daar kan je hele discussies over voeren met de maffia. Ze willen stoer lopen doen met hun videoclips. Rappers, gangster rappers met wapens, machinegeweren, messen, drillrap. Dat is geen wapen waarmee de overheid bang maakt. Dat is geen, de overheid gedoogt dat. Dat wordt niet gezien als opruiing. Maar als ik met een fakkeltje loop, krijg ik 6 maanden gevangenisstraf. Als rappers in Nederland en waar dan ook met machinegeweren en bazooka's lopen, niks aan de hand. Denk even na, mensen. Wie is onze regering? De Illuminatos. Hier, welk cadeau wil jij geven aan de mensheid? Dat is de vraag die je moet stellen. Welk cadeau geef jij de mensheid? Wat is jouw nalatenschap? Wat laat je achter? Wat heb jij gedaan in de Derde Wereldoorlog? Daarom ben ik ook live gekomen. Ik heb gewoon een avondwandeling. Nou, dit is dus heel belangrijk, wat ik ook in beeld breng. Opnemen en storten. Je kan dus nog pinnen hier. Heel veel plaatsen. Plotseling. Na 8, na 7 kun je dus niet meer pinnen. Alles wordt ons ontnomen. Alles moet via de pinpas. Alles moet via de CBDC. Alles moet digitaal. Nou, ik bewandel de heilige weg. En die heilige weg kan mij ook straks brengen in de forensische psychiatrie. In Mentrum. Moet ik dan gaan janken? Moet ik dan gaan vluchten? Of moet ik het incasseren? Wat heeft Jezus mij geleerd? Incasseer. Ik incasseer het. Pindakaas. Nu eet je nog pindakaas met noten. Straks eet je pindakaas met insecten. Idioten dat het zijn. Dit is wat er aan de hand is, mensen. Insecten worden toegevoegd aan het voedsel. Ik ben hier. Ik loop nu naar het Centraal Station. Je mag het allemaal weten. Ik ga daar dus nu even een fiets huren voor morgen. Morgen gaan we weer naar ook naar het museum, of zondag Museumplein, Damkring, astronauten. Hè, waar staat Amsterdam onbekend? Lekker blowen de hele dag, lekker spacen, winkelen, misschien de rode lichtenbuurt. Nou, dat is dus waar ik niet trots op ben. Ik ken Amsterdam op een hele andere manier. Ik ben trots op alle goede mensen die hier zijn, alle lieve mensen die hier zijn. Alle strijders die hier ook zijn, in de Derde Wereldoorlog, daar ben ik trots op. Alle mensen die wat goed doen voor de mensheid, alle liefdadigheidsinstellingen.
Maar waarom ben ik live gegaan, mensen? Om alvast een promo te doen voor aankomende donderdag. Vanaf maandag weer volop steun voor de grote leugenroute tegen het stikstofidiotenbeleid. Ik ben hier in de Kalverstraat, materialisme zegeviert hier. Eten en drinken om de mensen bezig te houden, om de mensen af te leiden, te misleiden. Donderdag kom massaal naar Den Haag, mensen. Het is nu of nooit een uitgelezen kans om met z'n allen naar Den Haag te komen. Vrijdag zetten we hem door. Ik hoop die week erop zetten we hem door. 30 januari, hoge beroepszaak. Denk je dat ik nu al bezig ben met mijn hoge beroepszaak? Ik leef van dag tot dag. Elke dag is een zegen. Elke dag is een gevecht. Dus ik ben alleen maar bezig om gewoon in de positieve sfeer te blijven. En om gewoon met goede mensen iets neer te zetten in Nederland. En je probeert dus gewoon een verandering te creëren. Wat horen we nu? Ik ga mezelf filmen. Ik ga niet wachten op de verkiezing. Ik ben zelf bezig om verkiesbaar te zijn. Denk je dat ik ga wachten op de verkiezingen? Kom op, mensen. Dit is nog in maart, weet je. Elke dag vallen er zoveel doden. Ik ga niet wachten. Ik ben elke dag bezig om het... Ze vragen mij ook, wat doe je elke dag? Waar ben je mee bezig? Wat is je doelstelling? Revolutie. Max, wat is een revolutie? Vandaag nog vroeg de reclassering aan mij. Max, wat wil je nou bereiken? Je revolutie, dat is toch alleen haalbaar met geweld? Ik zeg helemaal niet. Mijn revolutie gaat over zoveel mensen. Zoals jij en ik, die nu kijken, die nu nadenken over het leven, over Nederland. Wat wil je bereiken? Wat wil je bereiken? Dat het World Economic Forum, die de grootst mogelijke onzin uitloopt te kramen nu in Davos. Dat moet gestopt worden. Dat is ook al een revolutie. Zogenaamd leven wij in een democratie. Ik geloof er helemaal geen snars van. Ik zie het helemaal niet terug. Dit is de democratie van Nederland. Garbage. Het is alleen maar garbage wat die mensen ons te vertellen hebben. En ons aanrichten met hun vaccins, met hun belastingdienst. Met hun absurde onderdrukkingen elke dag. Met de klimaatobsessie. Met zogenaamde mensenrechten. Hè, polarisatie tegengaan. Joh, de media en de overheid creëren de grootste polarisatie die er ooit geweest is. Dus ik heb al genoeg filmpjes weer gezien op TikTok. Vooral op Telegram. Over de World Economic Forum in Davos. De grootst mogelijke bullshit wordt daar uitgekraamd. En ik zie wel dat mensen ervoor openstaan nu. Om eens een gesprek aan te knopen. Dan heb ik het ook over mijn eigen ouders. Waarvoor dat hele Davos eigenlijk is. Om de mensheid te redden, zeggen ze. Nou, er wordt helemaal niemand gered door die idioten daar. Het zijn massamoordenaars zijn het. En ik zal er ook niet omheen draaien. He, zijn dit jouw helden? Impossible is nothing. Mooie voetbalshirt aan, voetbaltalenten. Vroeger waren dit mijn helden, voetballers. Nou, ik denk er nu heel anders over. Vroeger wilde ik ook in die merkkleding lopen. Nou, ik denk er nu heel, heel anders over. Want je ogen gaan open, hunkemuller, verleiding. Je schoonheid zit niet in je hunkemuller kleding. Je schoonheid zit in je ziel. En het is allemaal... zware, zware misleiding. Ook hier, voetlokken met die witte en die zwarte strepen. Wij weten nu wat het betekent. Die schaakborden. Zwart-wit spelen. We weten donders goed wat hier aan de hand is. Maar waar had ik het over? WEF, Davos. Wat de idiote mensen daar ons willen vermoorden, ons willen onderdrukken. Willen ze mij in het gesticht brengen daarvoor? Willen ze mij medicatie toedienen om mijn geest te onderdrukken? Fuck you. I don't care. Ik blijf wie ik ben en ik blijf een klokkenluider. Een klokkenluider van zware misdaden tegen de mensheid. En ik zal geen water bij de wijn doen. Ik zal geen enkele compromis sluiten. En mijn advocaat steunt mij. Niemand hoeft mij te steunen. Want ik sta er uiteindelijk sta je er toch alleen voor als je in de gevangenis zit of in de psychiatrie. Maar ik blijf wel dezelfde persoon en ik blijf in gebed en ik blijf in geloof. En ik weet dat heel veel mensen van mij houden en mij waarderen. Dat geeft ook een enorme steun en bemoediging.
Maar uiteindelijk sta je toch vaak alleen in de hete vuurlinie. Dus wanneer je mij wil helpen, dan hoef je niet naar mijn hoge beroepszaak te komen. Kom donderdag naar Den Haag, dan help je mij. Wil je mij helpen, dan hoef je niet naar mijn hoge beroepszaak te komen. Dan sta je op tegen de McDonald's. Idioten, vergiftigers van de mensheid. En al deze bullshit hier. Promotie van parfum bijvoorbeeld. Alsof je daar lekker door gaat ruiken. Je moet gezond leven, dan ga je ook lekker ruiken. Het is allemaal gif in ons voedsel. Maar deze live mensen gaat over donderdag. Wil jij je strijdbaarheid tonen? Donderdag starten wij een revolutie. En daarom dat ik live ga. Niet omdat ik het leuk vind. Niet omdat ik denk, oh, ik heb veel te melden nu. Donderdag staan wij weer in Den Haag. Maandag staan wij weer in Zwolle, Groningen, waar dan ook. De grote leugenroute. En Jan Huissen hebt het goed gezegd. Waar is Agractie nu? Waar is de FDF nu? De grote leugenroute zijn 2, 3, 4 boeren die dat doen. Geen enkele steun vanuit de grote organisaties. Waar is Vol Gas? Nu moet je laten zien. Bij de grote leugenroute. Het gaat over de stikstofcrisis. Zoveel mensen zijn al 100 keer door de mand gevallen. En nog steeds geloven mensen dat ze het goede met ons mee hebben. Ik wil niks horen over de verkiezingen in maart. Ik wil nu horen over wat ga je morgen doen. Wat ga je overmorgen doen. Wat ga je tot maart wachten. Dit is allemaal uitstel van executie. Je moet nu in actie komen. Ik steun de mensen die nu opstaan. En ik heb zwaar respect voor iedereen die dit weekend weer een bordenactie gaat doen of een vlaggenactie. Dat zijn mijn helden. En voor al die mensen die gaan wachten op verkiezingen, ga lekker wachten. Ga lekker de hele dag wachten. Je wacht op de bus die nooit gaat komen. Je wacht op de trein die nooit gaat komen. Daar heb ik geen tijd voor. Om mijn tijd te verspillen, nu moeten we in actie komen. Nu stonden wij hier. Zoveel tijd geleden, wanneer was het? David Icke mocht hier niet komen. Wij hebben hier gelopen. Met busjes omringd, met ME omringd, met Romeo's omringd. De laatste Samen voor Nederland actie. Wij liepen hier met Den Helder, Wakker Den Helder, Defend Den Helder. En nog een hele groep strijders liepen wij hier. En het winkelend publiek gaf ons allemaal duimpjes, applaus. Ze vonden het prachtig, de muziek die wij afspeelden. Ik ben op de Dam, ja. Ik ben onderweg naar het Centraal Station om een NS-fiets te huren. Mijn fiets is gesaboteerd, gesloopt. Ja, dan kan je moeilijk een vingertje gaan wijzen. Ik zou niet weten wie dat heeft gedaan, maar dat is wat ik meemaak. Sabotages op sabotages. Mijn leven wordt gesaboteerd. Hier op de Dam. Morgen sta ik hier weer met de gele hesjes. Ik weet niet wat deze mensen hier doen. GVB. Prachtig. Service en veiligheid. Nou, fantastisch. Hier, Paleis op de Dam. En dan praat ik toch nog even door, mensen. Wat is hier, waarvoor is dit Paleis op de Dam ooit gekomen? Omdat de burger was hier welkom. De burger liep hier naar binnen om over zijn problemen te praten in de maatschappij. Om samen de maatschappij te verbeteren. De maatschappij de problemen op te lossen. En nu, integendeel. Het is een museum geworden. En waar kan de burger terecht? Nergens meer. Nergens meer kan de burger terecht met zijn problemen. Koningin Juliana en barones Costa van Amsberg op de huwelijksdag van prinses Beatrix en Klaus van Amsberg. Het volk kan nergens meer terecht. Als je problemen hebt, krijg je nog meer problemen. Dat is de maatschappij geworden. Je hebt één probleem, ze geven je een lening. Iedereen heeft schulden, straks kunnen ze makkelijk het basisinkomen invoeren, want iedereen heeft schulden. En degene die vermogen hebben, die buigen voor de Klaus Schwabs van deze wereld, om het vermogen te mogen behouden. Iedereen leeft in angst, iedereen leeft in geestelijke armoede. Welkom in de moderne tijd. Nou, ik ga het hier ook afronden, mensen, op de Dam. Morgen staan we hier weer, gele hesjes verenigd, Amsterdam in opstand. En waarom heb ik deze live gemaakt? Om een oproep te doen. Wil jij samen met ons iets veranderen? Met mij en de andere strijders van Nederland. Kom donderdag om 10 uur en later naar Den Haag.
We stonden er beschamend weinig voor. Afgelopen keer dat we er waren, afgelopen week. Ik heb heel veel moeite gedaan om te komen. En uiteindelijk, de ME heeft ons weggestuurd bij de Tweede Kamer. Gaan we dat elke keer accepteren of blijven we terugkomen? Nou, ik blijf terugkomen. Zo vaak mogelijk. En niet alleen, want alleen voel je ook heel alleen. Maar we zijn niet alleen. We zijn met meer dan 1 miljoen strijders. We zijn met superveel mensen die een beter Nederland willen dan wat we nu hebben. Dat is het minste wat je erover kan zeggen. Dit is niet ons Nederland. Dit is gewoon een walgelijke situatie met de media en overheid die voorop lopen om ons land te misleiden, te vernietigen, kapot te maken en de mensen te vermoorden waar je bij staat. De mensen dom te houden, te hypnotiseren. Toeristen, ja, toeristen denken dat hier een heel mooi Amsterdam is. Ja, het is ook heel mooi allemaal, maar achter de schermen, wat gebeurt er? The Antichrist, Erika, is coming. En daar zijn we niet mee akkoord. Wij moeten ons eigen land verdedigen, ons eigen land beschermen, ons eigen land verbeteren. En dat doen we ook. En zondag zijn we weer op Nieuwseenplein daarvoor. Morgen zijn we weer op de Dam daarvoor. En afkomende donderdag gaan we massaal naar Den Haag. En we steunen de grote leugenroute van de boeren 100%. Je hoeft niet te demonstreren, je hoeft alleen maar je mening te geven. En de mensen die nog de kracht hebben om een protest te doen of een manifestatie, steun hun. Wij gaan door, waar anderen stoppen. Het is een drukke weekend voor de boeg. Tot donderdag, mensen. Donderdag hoop ik dat er een grote verandering kan beginnen. Als je niet hoopt, als je niet wilt, als je niet wenst, als je niet vecht. In Duitsland, waar mijn contacten nu eens bezig zijn, zijn ze ook van alles aan het voorbereiden. Ik sta niet achter Zelensky, ik sta niet achter Poetin, ik sta achter jou. De gewone mensen die hun land willen verbeteren en willen redden. Groetjes uit Amsterdam. En tot en met donderdag. Wij bereiden ons voor, we blijven promotie maken. En we steunen de boeren en de burgers en de vissers en iedereen. En we wachten niet tot de verkiezingen, dat is allemaal veel te ver weg. We gaan morgen weer ten strijde en vannacht en vanavond. Tot later, mensen. Groetjes uit Amsterdam.